Minister van Cultuur, welkom. Toen u als minister begon, dat is nu ja, ruim een jaar geleden eigenlijk, was u al een keer te gast bij de collega's van Kunst of Radio. Daar moet de gast altijd eventjes een wijze spreuk, of een minder wijze spreuk, kan natuurlijk ook, op een tegel schrijven. U schreef dit. Dat hoop ik dan te zien in elk geval. Ik weet wat het is hoor. Ik leer zien. Aan het begin van het ministerschap, is dat het al een beetje gelukt? Dat leren zien? Of... Dit was een citaat uit Rainer Marie. Van Rainer Marie Rilke. Rilke. En ik had net op bij het Oerolfestival van de Warme Winkel heette dat gezelschap. Die hadden een stuk en dat heette zo. Ik leer zien. Dat was een mooi locatietheater waar dan de luiken van ook wegvielen op een gegeven moment in het stuk. Maar wat vond ik een mooi beeld, omdat de kunst toch uiteindelijk is wat je leert zien. Wat je bepaalt, de manier waarop je naar de wereld kijkt. Dus... om een beetje te overdrijven, soms het gevoel dat als je uiteindelijk zelf verliefd wordt, dan speel je al een beetje na wat je eerder in speelfilms gezien hebt. Mm. En als je rouwt, dan is dat een deel van hoe je dat doet, is cultureel bepaald, is bepaald door kunst. En dat is heel goed, dat is niet slecht, dat is goed. Want dat geeft je de context en de diepte aan je leven. Anders dan, ja, dan eet je en dan slaap je, dan ga je dood en dat was het dan. Hè? Dus die kunst helpt je om je eigen leven te zien. Dat was een beetje de context. Of was het ook de bedoeling om zo onbevangen mogelijk naar die misschien toch een klein beetje nieuwe kunst- en cultuurwereld te kijken als minister? Nou, ik bedoel dat zoals ik net zei, maar u mag psychologiseren. waarom niet? Want zijn er, want als minister van cultuur gaat er een hele wereld aan kunst en cultuur natuurlijk open, vanzelf. Zijn er hele verrassende of ontroerende dingen geweest die u gezien hebt? Nou, laat ik eerst zeggen dat die wereld van de kunst en cultuur al wel een beetje open was. Maar er zijn gewoon dingen, kijk, literatuur, dat heb ik mijn hele leven gedaan, en muziek. Maar bijvoorbeeld ballet was voor mij toch een beetje een gesloten wereld. Dus daar probeer ik juist dan weer wat meer naartoe te gaan om dat dan ook mijn eigen te maken. Dus het biedt wel een gelegenheid om genres of hele kunstvormen waar je minder van wist, om daar ook naar te gaan kijken. Ruim een jaar, minister.